Hallo en welkom in Talbot Huis. Via Hoop Doet Leven willen we graag George Sutherland even in de bloemetjes zetten. George is de zoon van een Belgische moeder en een Schotse wereldoorlog 1 veteraan. Net als zijn vader verzorgde George de graven van de gesneuvelden op Lisentooke Cemetery. Tijdens de Tweede Wereldoorlog liet hij alles vallen, nam afscheid van zijn verloofde en reisde naar Engeland om er dienst te nemen in de Royal Air Force. Meermaals riskeerde hij zijn leven om piloten te redden uit de brandende wrakken. Tijdens de bevrijding van België kwam hij terug in Poperinge, waar hij nog datzelfde jaar trouwde met zijn verloofde. Voor de rest van zijn carrière verzorgde hij de graven van zijn helden op Lisentooke Cemetery. Nu, in zijn vrije tijd komt George regelmatig hier in Talbot House een kopje thee drinken, zijn Britse club. Zowel tijdens de Eerste als Tweede Wereldoorlog werd de club een tweede thuis voor duizenden geallieerde soldaten. George verzorgde onder meer onze tuin en plantte recent zelfs nog een boom. Maar toen de coronacrisis de definitieve sluiting dreigde te veroorzaken, besloot George alles op alles te zetten om zijn Britse club hier, Talbot House, te redden. 98 jaar jong wandelde hij van Lisentooke, waar zijn helden begraven liggen, naar zijn tweede thuis, Talbot House. Samen met George slaagde hij erin om maar liefst €135.000 op te halen en zo de club er weer bovenop te helpen. Hij wenste voor zichzelf geen enkele erkenning en is de bescheidenheid zelf. Hij is gelukkig nu hij opnieuw een kopje koffie kan komen drinken in onze Britse tuin. Talbot House was toen en vandaag nog steeds een symbool van hoop. Dankzij George kan het verder leven. George is onze held. Ik zei dat hoop ik het doet. Tomorrow's clear.